Geef me een duimpje omhoog als je denkt dat het leuk is. Nou, veel plezier met kijken. Het is zaterdag. En jullie video moet zo online. Alleen we zijn onderweg naar Essen. En gisteren waren we de hele dag op het CHIO. Dus ik heb vanochtend om 5:30 de video afgemaakt. Dan moet die nog bekeken worden. En dan moet die dus zometeen online. Het is nu 9:51. Dus vandaag krijgen jullie die video 9 minuten eerder. Kijk, deze. We staan nu op een of andere shabby parkeerplaats. Speciaal voor jullie. Echt tussen de bomen en auto's met vrachtwagens, toestanden. Speciaal voor jullie. Het is best een beetje eng hier hoor. Kim is er huiswerk aan doen, want die heeft toetsen. Oh nee, ik ben ondertussen met mijn camera aan het spelen. Oh, maar ik heb wel een plaatje voor me. Kijk. En ze kan met links schrijven. Ja, oh ja, laat even zien. Schrijven. Dat moet je wel echt even laten Kijk. Zien. Ik heb dus Vrona en Oh, ja, hou jij mijn beeld? Ik hou me even vast. Oh, deze gaat ook naar voren. Kijk, hier zie je dus. Dit is met links geschreven. En dit is met rechts geschreven. En dan Vrona, deze twee zijn met links. En deze is met rechts. Dus Heenja gaat wel makkelijker dan Vrona. Maar... ja, dit is Duits mondeling. Maar het is een begin. Zo gaat dat dan. Ja, nu is het online. Kijken. Ja. Oh, ik heb nog thee. Ja, maar gelukkig proef niet te snel. Tessa, die zit ook achterin hoor. Hij is zelfs nog niet. Oké, wat kunnen we weer? Ja. Is het gelukt? Ja, we mogen nu naar Pissen. Hij is middag nog best lang. Gaan we daar doen? Dat kan ik helaas nog niet vertellen. Maar dat laat ik snel weten. We zijn in Pessen. Tadaa! En er komt binnenkort een hele video over van wat er nu gaat gebeuren. Ja! Zaterdag na onze excursie naar Pessen zijn we nu op de manege. En Tess is even lekker aan het rijden. Ik weet niet of je de peeskap al gecheckt hebt, maar man. Zie je van verre. Ik eerst in ring 1 en daarna in ring 2. Wat ga je rijden? BB. Nou, het is inmiddels weer koud. Dan heb jij geen last van met je jasje aan. Nou, ik had het net wel heel erg warm. Ja? En de klaverbel. Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er wel zin in. We een andere route. Tess heeft net wedstrijd gereden, BB. Alleen ik zat er te vlak op, dus toen moest ik helaas annuleren. Want binnen een uur kan ik helaas niet op mijn paard komen losrijden en zadelen. Dus dat was jammer, maar volgende keer beter. Kan ik niet altijd rekening mee houden dat er twee mee rijden. Dus ik ben even in mijn uppie op buitenrit. En vandaag hebben we de andere route. Kijk daar, ja dat zie je nu niet, maar achter die bomen ergens is de brug. En dan komen we hier de hoek om, dan ga ik tot nu toe rechtdoor, maar ik ga nu een keer rechtsaf en dan naar de brug toe. En nou, het gaat niet heel soepel, maar het gaat ook niet heel niet soepel. Dus het gaat eigenlijk best aardig. Nou, zoals je ziet zijn we nu een keer aan de rechterkant van het meer. Dus de meer is aan de linkerkant. En de angst zit hem in. Ik zal kijken of ik in kan zoomen. Dat gaat lukken. Kijk. Mensen. Levensgevaarlijk, mensen. Ja, dat dus. En dat vindt zijn echt niet te veel mensen. We zijn in beweging. Het heeft lang geduurd. Ik heb echt wel moeilijke stukken gehad. Zeker bij die mensen, dat vond ze echt helemaal niks. Maar nu zijn we echt in beweging, dus dat vind ik echt tof. Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We hebben zelfs een stuk gekalopeerd, twee stukken. We zijn nu op de terugweg. Ik ben echt, de lus heet dat bij ons geloof ik of zo geweest. En we hebben echt wel hele hoop op onthoud gehad. En ik heb er ook extreem lang over gedaan, denk ik zomaar. Maar we hebben het weer gedaan. Onze allereerste echte serieuze buitenrit. Echt gewoon helemaal zo van de manege. Om die hele plas heen. De lus. En dan nu terug. Ik ben heel gelukkig.
kan niet anders zeggen. Ik had vandaag een wedstrijd. Mijn vader heeft het gefilmd. Mijn moeder heeft voorgelezen. En ja, het ging echt super goed. Ik heb geen prijzen gewonnen, maar dat maakt me niet zo heel veel uit. Want het ging vandaag zo goed. Want Bel stond eindelijk een keer stil en ze is nog klein. En dan is dit echt een hele overwinning voor haar. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb al gefilmd terwijl ik aan het buitenrijden was. En het was zeker niet makkelijk. Ik ben er ook één keer bijna afgevallen. Hoe? Toen er een eend uit het gras omhoog vloog. Geen paard, maar goed. Ik ben blijven zitten. We hebben eindelijk onze eerste buitenrit gemaakt. Yay. En zelfs gegalopeerd. Dus de eerste echte buitenrit. Dat ze ook ging galopperen en een grote rondje. En ja, daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. En helemaal alleen. Dat is sowieso wel heel knap van het paard. Ja. Nou ja, goed. We hebben er wel ongelooflijk lang over gedaan hoor. Dat hoor je wel. Maakt niet uit. Ze heeft het gedaan. Dat is alvast een pluspuntje. Absoluut. Maar even door, ja. Vandaag is dinsdag en wij zijn, oh wonder, vrij vlotjes het terrein af en nu al hier. Ik denk dat we eenzelfde soort rondje of misschien zelfs wel richting surfplas gaan vandaag. Oh, oh. Nou, ze schrok net even, dus toen moesten we de camera wegdoen. Maar we zijn dus in een soort normaal tempo, op een normale manier, op buitenrit. Het enige is dat er heel veel beestjes zijn, dus kunnen we niet zo heel makkelijk daar waar we horen te lopen, lopen. Dus moeten we wat meer stappen. Misschien kun je even in de camera praten. Ja. Nog iets anders toe te voegen aan deze? Nou, dat het tot nu toe best vlot gaat. En best goed. Lekker hè? Ja. Dus we kijken wel hoe ver we komen vandaag. Ja, ik hoor ook allemaal beestjes en zo. En wij lijken er ook een beetje last van. Ja, ik heb een vliegendegen besteld voor het rijden, want het is wel een soort extreem. Zeker. Lang leven Jacob van Bukas. Nou, ze lopen op de gemakkie, zegt ze. De Verona loopt te hard, maar ja. Maar Verona heeft ook lange benen, kijk maar. En Belle heeft korte beentjes. Dus op zich is ze wel relaxed hoor. Ze vindt het wel leuk, geloof ik, nu eindelijk een keer. Dat was onze buitenrit alweer. We hebben heerlijk de lus weer gereden. We wilden eigenlijk nog naar de surfplas. Alleen hadden we de verkeerde afslag genomen en dan wordt het een te lange rit. We moeten ook nog een keer naar huis en naar bed en meer van die dingen, eten. Dus ja, ging goed hè? Ja, ik moet je nu alleen draven om bij te houden omdat Corona nu zo hard gaat. Ze denkt bijna thuis, yes! Ze is gewoon aan het uitstappen hoor, ze heeft gewoon lange benen. Ja. En ze is redelijk relaxed, dus dan neemt ze een ruime stap. Heerlijk. Een hele ruime stap. Jawel, ik ga mijn eerste video op IGTV uploaden. Dat is op Instagram heb je nou een videostream iets. En dat wordt het interview met Esra. En die is ook te zien in de CIO video van afgelopen zondag. Maar ik was wel heel benieuwd hoe jullie dit zouden vinden. Dus laat vooral hieronder in de comments even weten of jullie iets aan IGTV vinden van Instagram. Of dat je zoiets hebt van nou hartstikke leuk, maar houd maar lekker bij YouTube. Vandaag heb ik les van Stephanie omdat Frank niet kon, omdat? Iets met Friese volgens mij. Friese paarden om precies te zeggen. En ik heb er heel veel zin in. En vandaag gaat Kim op Vrona naar de springles rijden. En ik op Bel. En ja, daar kunnen we denk ik ook wel een stukje van filmen, toch? Tuurlijk. En ik wil vandaag 30 of 40 springen. Centimeter dan, hè? Geen meter. Dat redt mijn poedie niet eens. Corona denk ik ook niet. Tess en Fa. Volgens mij is het Fa op Romeo. Tess natuurlijk gewoon op Bel. En ik zie dat ze ruim een meter gaan springen. Ik denk één. Nou ja, Bel is 1,35. En als ik daar naar die hindernissen kijk. Zo. Dan is Bel kleiner dan die hindernissen. Dus dat zal toch een stuk hoger zijn dan 1,35. Ik ben benieuwd wie daar overheen gaat. Let op hè, dat je wel met je been komt. Hij zal het wel de eerste keer een beetje spannend vinden. Zo, heel goed. Hoe voert het dan? Hoe voert het dan, Tess?
Ja, die was heel goed. Want hij plaatste precies de hoeven voor de sprong waar hij af moet zetten. En dat? Wat zei je? Ja, heel goed. Dus jij moet proberen om een klein beetje met je teugels op te vangen, dat hij iets dichterbij komt. Hou maar klein beetje tegen. Dat was beter, hè? Ja. Oké, heel goed. Nog zijn we hier bijna drie. Vang maar één, twee keer. Beetje jammer. Dan was je iets te laat van tegenhouden, hè? Ja. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze weekvlog. Geef me een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!